De Marker Wadden is een nieuw natuurgebied bij Lelystad. Trekt ook heel veel dagjes mensen. Volgens Natuurmonumenten zijn het er zelfs te veel. Daarom zijn de voorwaarden voor de charterzeilschepen dit seizoen aangescherpt. Die mogen minder vaak aanleggen en moeten ook meer aanleggeld gaan betalen. De schippers zijn daar boos over. Natuurmonumenten heeft daarom wat handreikingen gedaan. Maar dat is niet genoeg, vinden ze. We praten erover met schipper Alex van Klaveren van zeilschip Bounty. Meneer van Klaveren, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is nou precies veranderd ten opzichte van vorig jaar? Nou, er zijn verschillende dingen veranderd. Ze hebben natuurlijk nu een ander tariefstelsel gemaakt. Je moet van tevoren moet je boeken. En dat is dus één punt die er is. Maar er zijn ook nog heel veel andere regels waardoor je eigenlijk gewoon beperkt gaat worden. En dat er gewoon een oneerlijke strijd gaat komen tussen de veerdienst en ons. Ja, wij hebben extra kosten, ze willen het risico op ons neerleggen. Uh-huh. Die moeten wij doorberekenen aan onze gasten. Waardoor er nog een groter verschil gaat komen. Ja. En dat is gewoon heel vervelend. Ja, het probleem is ook dat jullie moeten die prijs eigenlijk verhogen. Terwijl er ook een veer is van Natuurmonumenten. En dat laat Natuurmonumenten varen. Dat is dan juist heel erg goedkoop. Nou ja, ze zijn wel iets gestegen met hun prijzen. Ja. Maar het staat niet in verhouding tegenover de prijzen die wij hebben. En het is namelijk zo dat als wij natuurlijk varen, worden wij gesteld bij, joh, we hebben een maximaal aantal mensen. Ja. Daar moeten we voor betalen als we reserveren. En als je zegt, oké, je komt met een kleine groepje, dan moet je alsnog voor het maximale moet je betalen. En de veerdienst, die vaart ook op de Marker Wadden. En daar kunnen de mensen de Natuurmonumenten als lid gewoon van betalen. Dat je zegt, oké, die krijgen korting. Nou, die korting kunnen wij niet, mogen wij niet aanbieden. Ja. Ze hebben kindertarieven. Nou, wij moeten gewoon één vaste prijs betalen. En daarom zeg maar Natuurmonumenten dat ze minder charterschepen willen hebben, omdat het te druk is op de Marker Wadden. Is dat terecht? Komt die drukte ook van jullie af? Nou, er zijn wel piekmomenten dat het drukker is. En daarom zeg ik ook de verspreiding wat ze nu willen voorstellen, vind ik ook een goed voorstel. Maar doe het al in overleg met elkaar. Want eerst lagen we misschien met 4, 5 schepen tegelijk in de haven. Maar nu is het eigenlijk maar gewoon, je mag maar 1 tijdslot reserveren. Ja. Dus voor mij is het maar 1 of maximaal 2 schepen wat je daar kunt zijn. Nou, is er natuurlijk... Er is natuurlijk al overleg geweest, hè, tussen jullie beroepsvereniging en Natuurmonumenten. Dat heeft wel wat opgeleverd. Wat zou je dan nog meer willen bereiken? Nou, ik zou graag de communicatie willen open houden. Die er gewoon is. En ja, wat wil ik graag bereiken? Ze hebben nu eigenlijk gewoon dingen aan ons toegezegd. Ja. Waardoor wij een eenlijnige manier toegelegd hebben dat we dat hebben. En ze gaan het zonder onderbouwing. Zeggen zij dat het schade betrokken aan de natuur. Maar er is geen onderzoek voor gepleegd. Het wordt gewoon ons gecommuniceerd. Wij hebben onze eigen gasten. En die vinden het alleen maar leuk. En die ervaren dat ze dingen niet dat het te druk is. Mm-hmm. Er zijn 5 eilanden hebben ze gebouwd. En 1 eiland is bezoekerseiland. Er komen nog 2 eilanden komen erbij die volledig van natuur zijn. Die niet bezocht mogen worden. Dus het zijn feiten wat zij ons... tegen ons zeggen. Maar ik heb mijn twijfels erover of dat zo daadwerkelijk zo is. Ja, die zouden kunnen zeggen, joh, met dat geld van de gedoe is het allemaal en zij vinden het allemaal te druk. Weet je, wij gaan gewoon iets anders doen. We laten die Marker Wadden gewoon voor het is en we laten dat links liggen en we gaan daar niet meer op varen. Is dat niet een optie voor jullie? Nou ja, wij hebben natuurlijk meegeholpen aan de Marker Wadden. Dat zij daar zo ontstaan zijn in een samenwerking is dat hartstikke goed gegaan. En er was een goede communicatie was in het begin. Maar wij merkten gewoon dat het steeds lastiger werd om met hun samen te werken. Op verschillende vlakken. En nu hebben ze het eigenlijk staan. En nu hebben ze het eigenlijk, willen ze ons daar min of meer, heb ik het gevoel van, om eruit te zetten. Waardoor zij gewoon met de veerdienst verder kunnen gaan. Ja, jullie voelen je een beetje afgescheept. Ja, dat heb ik wel. Zij willen graag voor kwaliteit gaan. Maar zoals het in de presentatie is gedaan naar ons toe, dan zijn... door zij de kwaliteit. En dan is de chartervaart de kwantiteit. En ik denk bij mezelf, jongens, dat vind ik gewoon niet terecht. Want wij zijn juist een heel mooi product. Wij doen naar de Marker Wadden toevaren. Dat doen wij voornamelijk liefst zoveel mogelijk op zeil. Alleen op zeil gaat wat minder snel dan zij zeggen een veerdienst nodig hebben die gemotoriseerd moet zijn. Ja. Ze willen graag een elektrische veerdienst opzetten. Maar technisch is dat gewoon heel lastig te realiseren. Om met elektrisch varen. Met de veiligheid. Blijven jullie voorlopig nog wel varen op de Marker Wadden?
Voor ons zitten wij nu op de wip wat we moeten doen. Wij groepen kunnen we wel blijven doen, want dan berekenen wij die kosten gewoon door aan onze klanten. En ja, of ze het willen betalen, dat laat ik aan hun over. Want daar zit ook een prijsstijging in. Maar onze individuele vaartochten, onze ontdekkingsreis naar de Marco Walla met mensen die met ons mee opstappen, ja, daar zitten wij in te denken om daar een streep naar de rekening te zetten. En dat zou jammer zijn, want dat doen we al heel veel jaren. Er zijn heel veel mensen die het ook heel erg leuk ervaren, die jaarlijks weer terugkomen. Maar wij willen dat financiële risico niet lopen. Plus dat wij 15 tot 20% de prijsstijging moeten doorvoeren. Er zijn al 80 mensen die hebben al onze tickets geboekt. Hoe gaan die gecompenseerd worden? Want die moeten eigenlijk maar meer betalen. Hoopelijk duidelijkheid dus blijft erover. Alex van Klaver, wens jullie succes met deze strijd van Zijlschip de Bounty. Dank je wel.